Hoi allemaal, vandaag weer eens wat anders dan anders. De eerste anders hoorde je niet. Vandaag weer wat anders dan anders. Namelijk een eerste indruk. Maar ik maak ook natuurlijk meteen een look mee. Je kunt misschien al raden, ik heb niks op, dus het wordt iets voor mijn gezicht. En dat is de Bourjois City Radiance Skin Protecting Foundation met Brightening Effect. Fresh and Even Complexion Anti-Pollution Screen. SPF 30 en Radiance Boosting Pigments. Ik heb de kleur 03, beige clair, light beige. En deze is denk ik net iets donker voor mij nu, maar ik dacht de zomer komt eraan. Dus laat ik hem dan niet al te licht nemen. En ik zit trouwens weer in de woonkamer met licht van de zijkant. Omdat Niels dus in zijn bedje ligt. Dus roeien met de riemen die we hebben. En dan weet je dat het licht iets meer van die kant komt. Dus deze en daarbij ook de concealer, de Radiance Reveal Concealer Corrects, Illuminates en 24 Hour Hydration. En deze dacht ik, dat is wel een fijne, denk ik, voor onder mijn ogen. En hier heb ik wel de lichtste kleur van genomen, Ivory. Ik ga even mijn haar een beetje aan de kant, want ik heb net gewassen en dat is altijd super glad. Ik moet er nog wat mee doen, maar ik weet het nog niet. Zo. Nou, ik heb dus alleen maar dagcreme op, verder niks. Dus laten we maar gewoon beginnen met de Bourjois City Radiance. Nou, hij is dus ietsje denk ik te donker, maar goed, met het motto de zomer in mijn bol. Mits is naast me gaan zitten. Dit is hem. Ik heb geen idee of ik nou te veel of te weinig heb gedaan. En ik breng zoals je weet graag aan mijn vingers, dus dat ga ik nu ook doen. Oh, ja. Hij ruikt heel lekker. Hij is wat dikker dan ik had verwacht. Om een van de redenen had ik iets heel waterigs verwacht. Geen idee waarom eigenlijk. Hij ruikt een beetje naar komkommer. Nou, hij is wel iets te donker. Het valt me mee, hij heeft ook een iets te gele ondertoon. Maar je had de Rose Vanilla, die had een iets roze onder, maar die was zo licht. Ik dacht, ja, in de zomer, een beetje zonde. Dan kan ik hem, ik dacht, dit is juist een lekkere voor de zomer. En hij is ook iets droger dan ik had verwacht. Even kijken hoor. Van dichtbij in plaats van in de camera, zeg maar. In mijn schermpje. Het is wel heel mooi subtiel. En zoals je ziet zie je een klein beetje glow, maar echt helemaal niet onnatuurlijk. Maar ook voor mensen met een vette huid is hij echt zeker niet te glowy. Ik ga even mijn Beauty Blender pakken, want ik denk dat hij daar heel fijn mee werkt. Zo, ik heb de Beauty Blender er even bij gepakt. Of nou, de Real Techniques spons. Die heb ik even nat gemaakt. Ja, zo blendt hij net iets mooier in. Nou, het effect is echt super natuurlijk. Nou, tijd voor de concealer. Ik vind de verpakking wel heel leuk van de concealer. Ook leuk als ik hem open krijg. Ja. Sponsapplicatortje. Ik had hem vooral bedacht voor onder mijn ogen. Daarom heb ik ook wel echt gewoon in de lichtste kleur genomen. Deze voelt echt heel licht en fris aan. Echt ideaal voor droge huidjes. Nou, even kunt zien, maar het geeft echt een super fris effect.
Hij bedekt niet heel goed. Dus het is niet zo, want je ziet nog steeds wel behoorlijk mijn donkere kringen. Daar heb ik ook natuurlijk niet zo heel veel slaap lately, maar... Nou, valt er wel zo mee. Niet overdrijven. Nee, dus wat ik eigenlijk ga doen nu, denk ik... Kijken of dat wat doet. Een klein beetje meer van de concealer. Dan is het deze van Maybelline. Degene die je altijd maar ziet, de Age Rewind. Die doe ik een klein beetje echt op het donkere deel. Beetje deppen. Ik heb dan net wat meer het echte blauwe eruit haalt. Maar ik vind hem wel echt super fris. Hij voelt ook heel prettig aan. Ik ben niet iemand die overal concealers smeert. Beetje natuurlijk houden. Maar wel nog op mijn onzuiverheden. Maar goed, daar gebruik ik niet deze voor. Maar de Estée Lauder Double Wear. Niet heel veel, maar een klein beetje. Dan tijd voor mijn wenkbrauwen. Voor wie trouwens mijn What's in My... Travel Makeup Bag heeft gezien. Ik zal hem hier ergens wel even linken. De Anastasia Brow Wiz. En ja, ik heb hem gemaakt. Kijk, ik heb hem gelijmd. Dan is het tijd voor een beetje sculpten. Met de Sculpting Touch Creamy Contour Stick van Kiko. Een fantastisch ding. Dan is het tijd om af te poederen. Ik heb gisteren mijn kwasten gewassen. Trots op mezelf. Met het Hourglass Ambient Lighting Powder. En de bodem is zeer in zicht. Dan de Maybelline Terre Indienne Bricks Bronzer in 01 Blondes. Een plaatje om te zien. Die breng ik aan met mijn Essence Kabuki. En dan pak ik mijn blushkwast en daarmee ga ik in die baksteentjes. Oogschaduwbasis van Catrice, de Prime and Fine. Pak ik mijn Tartlet Tease palet en dan ga ik voor de kleur First Kiss. En dat is deze kleur en die breng ik aan over mijn bewegend ooglid en in mijn arcadeboog. En dat doe ik met mijn schone kwastje. It hurts. Of mijn MAC 217. Dan pak ik mijn Morphe 422, M422. En daarmee breng ik de lichtste kleur uit het palet Whisper aan in mijn binnenste ooghoek en onder mijn wenkbrauwen. En dan pak ik mijn wimperkruller van de HEMA. En daarmee krul ik mijn wimpers. En dan heb ik ook een nieuwe mascara. En dat vind ik echt een enorm geweldige uitvinding als het werkt. Ik gebruik hem nu een dag of 2, 3. Dus ik kan het nu nog niet zeggen. Maar dit is de Rimmel Extreme Black Volume Colorist. En dit is een mascara met daarin wimperverf. Dus als je hem 2 weken gebruikt, zegt ze dat je wimpers donker zijn. Nou, love it als het werkt. Dus ik ben hem aan het gebruiken. En dat is ook de enige reden waarom ik hem überhaupt gebruik. Want hij heeft namelijk een borsteltje met gewone haren in plaats van siliconen. En zoals jullie weten ben ik daar niet heel dol, want ik hou van siliconen. Maar in mijn wenkbrauw of in mijn mascara borstel dan. Maar ik moet zeggen dat het effect wel mooi is. Ik ben hem trouwens dus aan het testen en er komt ook nog een review van op mijn site. Maar goed, dan moet ik hem dus eerst 2 weken gebruiken.
En dan zie je ook voor- en na-foto's van mijn wimpers. Dus als het heeft gewerkt, dan kunnen we dat misschien wel zien. Het is natuurlijk heel lastig om dat vast te leggen, maar goed. Als het een blank canvas is, dan zijn het mijn wimpers wel, want die zijn gewoon blond. Dan wenkbrauwgel. En dit is de L'Oréal Blauw Brow Artist Plumper. En dit is de transparante. Sorry voor het piepen, de wasmachine is klaar. En dan mijn lippen, de L'Oréal Sexy Balm in nummer 103. En die heet As If. Voor degene die vroeger ooit Clueless keken. Dat het van hoop van jullie voor jullie tijd is. Maar mama Karin keek dat vroeger. Ik zie dat ik verder geen highlighter heb. Maar goed, ik heb natuurlijk al een hele hoop glow op mijn wangen. En dan zit de uiteindelijke look. Ik ben benieuwd hoe deze twee zich gaan houden. Ik ga mijn best doen om nog even terug te komen. Om te laten zien hoe het er gedurende de dag uitziet. Oké, daar ben ik nog even kort hoe het zich de dag heeft gehouden. Ik heb nu een uur of 7 denk ik op. Even mijn spiegel erbij pakken. Het zit er gewoon heel goed op. Meer dat de concealer er een klein beetje af is. En ik zie het hier, zie ik een klein beetje roodheid. Maar verder eigenlijk, het is niet in lijntjes getrokken. En het ziet er gewoon nog steeds prima uit. Om het even van dichtbij te laten zien. Kijk, hier zie je een beetje roodheid. Maar onder mijn ogen zie ik het wel een beetje. Het is meer dat het een beetje vervaagt. Maar eigenlijk ben ik heel erg te spreken. In ieder geval over de houperheid. Ik heb trouwens inmiddels wat anders aan. Maar ik mag de pret niet drukken. Dus dat was even mijn update. Dus eigenlijk vind ik het een fijn product. Ik moet zeggen dat hij dus niet mijn huid droger maakt. Er zitten nu geen droge plekjes of zo. Dus hij voelt wat droger aan, maar hij is dus niet, je ziet het verder niet. Ik vind de kleur goed, de houdbaarheid goed. Het is niet een super glowy effect of zo. Het is een beetje een, satijnglansje, zeg maar. De glow komt vooral zeg maar, van mijn highlighter en zo. Maar niet, het is ook niet mat. Ik denk dat hij zowel fijn is voor vette als voor droge huidjes. Tenzij een hele droge huid, dan voelt hij misschien niet helemaal prettig aan. Of heel vet is misschien ook niet, maar dat weet ik niet. Omdat ik zelf. Maar goed, hij voelt gewoon heel lekker natuurlijk aan. Hij ziet er heel natuurlijk uit. Ik zou zeggen een medium dekking. Je kan hem iets lichter aanbrengen of iets zwaarder. Ik denk dat het wel zo'n beetje is. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Dit was dus mijn mini review first impression. Dus laat vooral weten of je dit soort filmpjes leuk vindt om vaker te zien hieronder in de comments. Of door een duimpje omhoog te doen. Of allebei mag ook. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Ik kan leggen dat het lekker koud is. Maar voor nu vindt hij deze. En dit kan ik gewoon lekker makkelijk vouwen en doen. En hij vindt deze heel